lieve kijkers. Daar is oma Tilly weer. Uw redding in bange tijden. Uw rots in de branding. En uw licht in de duisternis. Lieve Tilly, mijn hond Bobby is aan het puberen. Wat moet ik doen? Bobby is een Duitse staande van beroep. Elke ochtend blijft hij tot 10 uur in zijn mand liggen. Zijn hondenhok is een bende. En als ik dan vraag om het een keer op te ruimen, krijg ik een grote waffel terug. Niet normaal. Als hij dan uiteindelijk wakker is, gaat hij tegen 11:00 een keer eten. Ik ben dan ook nog zo gek om voor meneer de tv aan te zetten. Hij wil geen enkele aflevering van Man bij het Hond missen. Tijdens het uitlaten in de middag is hij niet eens vooruit te branden. Maar bij het zien van een loopsteefje wordt hij helemaal wild. Hij is oversext. Zelfs zijn kussentje is helemaal versleten van het rijden. Lieve Tilly, wat moet ik doen? Liefst Tineke van Dommelen uit Boksel. Lieve, lieve Tineke. Een hond hebben is niet ideaal hoor. Ik weet er zelf alles van. Mijn Maurice, hè, die kan er ook wat van hoor. Dat kan ik je verzekeren. Maar ja, natuurlijk kun je niet in het hoofd kijken van een hond. En zoals het oude spreekwoord zegt, een hond kan niet praten. En als hij zegt van wel, dan liegt hij. Dikke kus. Veel liefs van oma